Defensie streeft naar maximale inzetbaarheid van haar materieel, het verlagen van de onderhoudskosten en het verkorten van de leveringstijden van reserveonderdelen. Als er nu een onderdeel moet worden vervangen, is er een lange levertijd. Voor een F-16 onderdeel wordt een hele keten afgelopen. Eerst via inkoop van Defensie naar de USAF, naar de OEM en dan naar de subcontractor en daarna de hele weg weer terug. En of de subcontractor dat onderdeel gelijk kan leveren, is nog maar de vraag. Hierdoor blijven vliegtuigen en helikopters lang aan de grond staan. De vraag die nu bij Defensie voor ligt is: wat betekent 3D-printen voor mijn onderhoud? Hoe beïnvloedt dat de beschikbaarheid van mijn vliegtuigen? Kunnen onderdelen met een lange levertijd in korte tijd gemaakt worden met 3D-printen? En in welke mate zijn 3D-geprinte onderdelen gecertificeerd? Zit daar een bedrijf en proces achter dat gecertificeerd is? En wat doet dit met de kosten? NLR heeft in opdracht van het Commando Luchtstrijdkrachten hiernaar een onderzoek uitgevoerd en heeft hierin het eerste vliegende 3D-geprinte onderdeel gemaakt. Het onderdeel is een zogenaamde ladder bracket die op het startvlak van een NH-90-helikopter is bevestigd en waaraan een onderhoudsladder bevestigd kan worden. Het project was een samenwerkingsverband waarbij Fokker Aerostructures verantwoordelijk is geweest voor de engineering, NLR voor het 3D-printen en het testen, BPO Delft voor het herontwerp, Airbus Defence and Space met NLR voor logistieke impact en de Defensie Materieelorganisatie voor certificatie. Het onderdeel is niet alleen een kopie geworden van het oorspronkelijke onderdeel, het is ook nog eens qua vorm geoptimaliseerd voor de krachten die erop uitgeoefend worden. Het onderdeel is met de 3D-printtechniek nu zelfs sterker en 40% lichter geworden dan het origineel. Het onderdeel heeft hierbij ook het hele certificatieproces doorlopen. Het is dus gelukt. Het eerste 3D-geprinte onderdeel vliegt. Een belangrijk resultaat van het onderzoek is dat er zeker een grote tijdwinst geboekt kan worden bij de vervaardiging van een gecertificeerd onderdeel. Hiermee lijkt de inzet van 3D-printing een duidelijke belofte in te houden voor een nabije toekomst en bij te dragen aan de verbetering van de beschikbaarheid en inzetbaarheid van het defensiematerieel. Een ander voordeel van het 3D-printen is dat er minder onderdelen op voorraad gehouden kunnen worden. Als de beschrijving van het onderdeel maar in de 3D-printer-database zit, dan is het direct te maken. En dit geldt niet alleen voor hooggekwalificeerde mechanisch belaste vliegende onderdelen, maar ook voor onderdelen die voor het succes van operaties van belang zijn. Dit kan variëren van een koelkastscharnier tot een voertuigonderdeel. Een begin is gemaakt en een lange lijst aan mogelijke toepassingen ligt in het verschiet. Op naar de volgende stap.